Hey, een hele goede middag nog allemaal. Nog wel. Ja, we staan nu op een heel mooi plekje. Kijk eens hoe mooi het hier is. Onwijs mooi. En dat is speciaal uitgezocht door mijn lieftallige man. Ja, speciaal voor jullie. En wat kan je op ons kanaal verwachten bij Mr. en Mr. in Love? Ja. Ja, onder andere. Een hele hoop volgens mij. Volgens mij wel. Zoals koken, als je er zin in hebt. Ja, en dierenvlogs heel veel. Want ja, wij vangen ook nog wel eens dieren op vanzelf. Ja, klopt. En de cavia's. En ik hoop dat ze binnenkort kleintjes krijgen. Hoe toevallig, is leuk. Ja. En wat gaan jullie ook nog onder andere meer zien aankomende winter? Dat is heel veel on-tour vlogs. Ja, hey, we nemen jullie lekker mee naar leuke plekjes. Lekker kerstsferen, helemaal geweldig. Daar gaan we jullie gewoon lekker in meenemen. Zeker. En gewoon ook de dagelijkse vlogs. Wij proberen gewoon elke dag om 2 uur, 's middags, 1400 uur. Ja, te uploaden. Nou ja, dan heb ik het al en geüpload, maar dan komt het gewoon nog online. Ja. Voor jullie, speciaal gewoon voor jullie. Dus ja, en vooral in deze coronatijd, ik roep het niet vaak, moeten we gewoon even wat andere dingen gaan ondernemen dan wat we anders eigenlijk hadden willen doen. Ja. Zoals rommelmarkten, et cetera, afstruinen. Ja. Maar helaas, alles is dicht, dus dan moeten we wat anders gaan verzinnen, zoals dit, voor jullie. Speciaal voor jullie, ja. Lekkere, rustige plekjes. Ja, zoals dit, heerlijk, een mooi uitzicht. Misschien dat we hier binnenkort wel met de honden even lekker naartoe gaan. Kunnen ze lekker los, hoop ik. Maar dat komt helemaal goed. Ben jij nog niet geabonneerd op dit kanaal? Ik zou zeggen, doe het dan even snel. Ja, rode knop indrukken. Rode knop, abonneren. Ja, abonneren. Het is gratis. Belletje aan, want dan blijf jij zeker op de hoogte. Zeker. En wat ook nog kan, duimpje omhoog. Duimpje omhoog en reageren. Hoe leuk je wel onze video's niet vindt. Hey. En vind je het niet leuk, laat dan even weten. Dan maken we betere video's. Ja, precies. Hey. Goed zo. Teamwork. Precies. Juist. En ik zou zeggen, dank jullie wel. En tot de volgende nieuwe intro.